Uitzet, kan ik links en rechts een poortje plaatsen? Ja, ik weet niet of hij ze dan, laten we zeggen, weet ik veel, een meter naar binnen plaatst ten opzichte van die ingang. Ja. Dat hij dus ook ja. nog aan de andere kant straalt. Ja, maar dan staat hij inderdaad op 2 meter en dan heb ik een meter links en een meter rechts. Dus dan wat win je dan ermee? En wat kosten die poorten bij hun dan? 4.000 gulden per stuk. Per stuk? En dan heb je er dus 2 voor 8.000 gulden. Ja. 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 En de wevers komen daar nog bij? Nou, ze zijn nog steeds bezig, want zitten ze zelf natuurlijk ook niet lekker. Dus ik heb geen zin om daar verder zout in te vragen. Nee. Wat jij nu tegen mij zegt, heb ik natuurlijk ook tegen hun gezegd. Ja. Ja. Ik denk niet. Ik zal eens met Schreuder nog eens een keer erover praten. Of ja. we gewoon helemaal van deze poortjes moeten afstappen. En of gewoon op de NEDAP-poortjes. Moeten stappen, overstappen zoals hij ze aan iedere middenstander aanbiedt. Ja, precies. Dat zou best wel eens een keer kunnen. Ja, ja. Iets anders ja. waar ik je voor bel is, ik ben net in Zwolle geweest. Ja. En we hebben in de tijd voor Zwolle hebben we een verticale lichtbak besteld of aangevraagd. Ja. Daar hebben we, meen ik, een afwijzende beschikking op gekregen van... Ja. Maar wat is er toen verder gebeurd? Daar moet een... ik heb aan Jansen gevraagd. Ja, of zij met een nieuw voorstel willen komen daarvoor, want zij hebben daar ook het antwoord op gekregen. Maar die stad die barst van de lichtbakken in die straat. Dus, ja. Ja, er moet een nieuw voorstel komen. Ja. Ja. Op basis van de gegevens die de gemeente heeft doorgegeven. Ja, en wanneer komt dat? Want ja. het ligt nu al een hele tijd. Ja, hè? Ga ik wel achterheen. Ja. Dat was het. Ja, en dan heb ik ook even een vraag, want Alkmaar. Ja. Dat was ik gisteren even en die hadden wat problemen met die kassa. Zij hebben een kassa staan, die is nieuw gespoten. Ja. Maar zij hadden iets met die sleutels. Of is dat al opgelost? Ik heb geen flauw idee, maar ik vind ook niet iets wat jij moet oplossen. Nee.
Dan moet raden maken we oplossen, ja. Of de Admiral of wat dan ook, wie dan ook. Ja, doe. Nee, maar ik dacht dat het iets te maken had met het dat we hem hadden laten overspuiten. Nee hoor, als je kassaproblemen moet een ander oplossen, moet jij niks aan doen. Nee. Dat hoeft ook niet. Maar als ze. Ik ben blij dat ik het weet. Ik zal eens even informeren. Ja, informeer dat maar. Is. Ja? He? Goed. Nee, oké, dag. Ja. Dag. Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Northwest today, severe gale force 9, clouds and emerging at Dogger, 4-6, Hij heeft een hele lichte combinatie gebouwd namelijk, en dat is zijn intentie ervan. Want hij heeft hem voordat hij klaar is al 10 keer gewogen. Elke keer is hij iets opgebouwd, misschien ging hij over de weegschaal. Ja, hij wil elke kilo wil hij, ja. Ja. Over hebben. Ja, duidelijk. Ja, duidelijk. Ja. Duidelijk. Zeg, en wat hebben we nog aan vragen eigenlijk? Ja. Hoe kijken jullie daar als kooiman tegenaan? Nou ja, ik heb een aantal weken geleden verteld, ik heb zelf vluchtig tussen het begin van die mattiremmen gezeten. Dus ik ben er best positief op gestemd hoor. Ja. Ik zie die retarderwereld best zitten. En zeker voor een bepaalde groep van categorie van mensen, van klanten. Ja. De groentevliegers, de vleesrijders. Ja, precies, de vleesrijders. Ja. De levende havenrijders. Maar dan hebben we daar niet zoveel relaties in, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dit is toevallig een relatie, jongen, die ook niet voor niks deze combinatie helemaal uitgevogeld heeft om licht en gewicht. Dus die heeft ook bepaalde andere intenties, dat geeft hij eigenlijk al aan. Dus ook voor zulke soort dingen is hij geïnteresseerd. Hij weet dat die remvoering veel minder dan slijt en hij rekent daarop mee. In principe zou je dus eventueel ook kunnen zeggen van ik ga gewoon wat dat betreft een stukje samenwerking met Voigt Nederland aan. Die zorgen dat ding ingebouwd wordt bij het THB, dat is lekker om de hoek. Ja. En jullie steken hier een procent of 10, 15 in je zak. Bij wijze van spreken, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ik denk maar even grofweg. Ja. En op die manier heb je dan zelf toch ook een beetje idee om zo'n ding te pushen naar bepaalde... Jawel, ik ben de best, want we moeten steeds breder artikelen de groep gaan krijgen. En hoe breder wij op het front kunnen optreden, ja. des te professioneler komen we over natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik ben er zelf een voorstander van, omdat ik er ook in elektrische remmen mee gewerkt heb. Ja. En ik begrijp de intentie, want ik weet hoe plezierig het draait. Dat is perfect. Ja, dat is inderdaad waar. Het enige punt is wat ik even met de klant van jullie over zit te overwegen, van moet je die man nou volledig gaan scholen?
Want hij neemt jullie in principe of het TRB een stuk werk uit handen, hè? Ja, nou hij zegt ook tegen mij aan de telefoon. Die zei, joh, al heb ik eerst maar burgerleiding en handleiding. Om te zeggen, joh, zo en zo moet je dat bouwen. Dus in dan bouw ik het op en de man komt dan na een dag of na twee dagen komt hij terugkijken en lopen alle punten na of het goed zit. En dan ben ik mee tevreden. Ja. Het is wel een handige jongen hoor, want hij doet zelf nog maar veel aan een nieuwe vrachtauto. Een verlaagde trekhakbalk en zo, dat vogelt hij allemaal zelf uit en dan bouwt hij toch nog weer korter op wat dan voorgeschreven is en noem maar op zulke dingen. Ja. Wel een precies man die correct en netjes werkt, want hij roept nu al, als ik hem koop een Voit, dan zet ik in die waterpijpen twee kranen. Dan zien we, ze zullen mij niet verrassen. Ja, nou, het zijn de jongens die wat dat betreft wat specifieker nadenken. Ja, daarom, dus daar geef ik eigenlijk ook mee aan. Dat is een jongen die goed weet wat hij mee bezig is. Ja. Dus, en die echt ook die combinatie uitgevogeld heeft en hier ook al dieper over hebben zitten denken. En zeker toen ik dan die auto afleverde en het verhaal en hij hier de auto van de Vlees gezien heeft bij ons binnen. Nou, en dan komen natuurlijk al zulke praatjes komen. Ja. En hij geeft nu al aan kranen ertussen zitten. Ze zullen mij niet verrassen dat er iets mee is met waterlekkage. Ik hou de krantjes zich in door. Ja. Want ik moet eerlijk zeggen, die auto van de Vlees stond hier drie dagen nadat die opgebouwd is. Ja. Maar we hebben toch weer waterslangen aan of klem aan moeten vastdraaien. Ze lekte nog, hè? Ja, daar ontkom je niet, bijna niet aan. Nee. Dus als die slangen één keer warm zijn geweest, ja. Dan gaan ze zich zetten en dan, dan ontkom je niet aan het feit dat je lichte waterlekkages krijgt. Nee. Maar goed, ik zal op de fax gooien, hoop ik zo meteen nog even te doen. Op de fax gegevens van de naam van de klant, het type auto en het type versnellingbak is een hele goeie. Want er zit een toevallig geen Prius directbak in de hoogste versnelling. Er zit toevallig hier een overdrijfbak in. Aha. Maar dus, niet dat dat misschien wel uitmaakt, maar... Nee, maar als ik maar exacte type opgave heb enzovoort en de juiste flens. De juiste flens, maar dus ik denk dat gewoon standaard is. Kruisvertand of zoiets. Ja, nou... Is een 180 kruisvertanden flens? Ik denk het ook, dat is een standaard flens van daarvoor. Ja. Dus, want ze gaan daar niet afwijken, maar de overbrengingsverhouding van de bak is anders. Dat weet ik toevallig. Ja. Maar dat is misschien minder interessant voor jullie. Nou, ik weet dat graag. Ja. Waarom weet ik dat graag? Omdat het... de eindoverbrenging toch wel weer een rol meespeelt in het toerental van de Ricarder. Ja, maar waarom heeft hij dat namelijk gedaan, om gauw in de reden te vallen? Hij heeft 3.31 achteras zitten, snelle giering. Ja. Maar hij heeft kleine bandjes, gewichtsbesparing, dat wil zeggen kleine aluminium velgen. En hij heeft de hoogte van de laadbak heeft hij ook meegenomen, zo hoog mogelijk. Ja. Dus hij heeft kleine wieltjes achteronder liggen. Ja. En dan moest je dus zien de goede snelheid toch nog te creëren. Ja. Dat kun je doen door een sneller achterasreductie, ja. Maar die komt bij DAF niet sneller. Dus moest daar een versnellingbak in uiteindelijk, met een overdrijving in de hoogste versnelling. Ja, dat is de intentie ervan. Alleen het punt is daardoor dat je zo'n man een stuk bij moet praten. Ik denk dat het derhalve verstandig is dat ik dan samen met jullie of direct met die man toch eens ga praten. Ja. Bijvoorbeeld het toerental van zijn eindaandrijving. Ja. Met de werkingsgraad van de retarder, hè? Ja, dat is duidelijk. Ja. Dat zijn dingen die je allemaal, die je gewoon zo goed mogelijk wil doorgeven aan gebruikers. Ja, weet ik het. Uitstekend, we doen het zo. Ik wacht even die fax af en ik maak daar morgen even een verhaal van. Prima. En dan zal ik, als je het dan weer aan mij richt, dan is goed. Dan praten we samen weer verder. Uitstekend. Prima. Prima. Zeg, je moet de groeten nog even van Hans Weshuis, want die staat hier ook naast me. Ja. Of wou je hem nog aan de telefoon ook nog, niet? Ik heb hem op dit moment niet nodig. Nee, maar, kijk eens aan. Als je me wil spreken, dan ben ik beschikbaar. Nou, doe me ik geef hem nog wel even. Komt ie. Ja. U krijgt van mij een fax. Bedankt zover. Ja, Northwest of the Gale, 9 south of the 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 Northwest of the Gale, 9 south of the
Ja. Zeg, wanneer komt jouw Amerikaanse vriend de dollarzakt weer, hè? En? Oh. En heeft Jan Onderdijk nog geïnformeerd voor je? Thank you.
Thank you.